Hoi allemaal, het is vandaag maandag en dat betekent een nieuwe weekvlog. Dit is bij mij elke maandag, hè? Want ik vergeet altijd op zondag mijn vlog af te sluiten en dan is het altijd achter elkaar. Nou, bedankt voor het kijken naar de weekvlog en dan uit en dan aan. Welkom bij een nieuwe weekvlog. Nou, ik heb echt de worst day van mijn life gehad. Nou ja, niet day, maar ochtend. Het begon er al bij dat ik me had verslapen. Nou, dan begint je dag gewoon al helemaal kut. Want dan moet je alles haasten en dan heb ik niet mijn ritueel. Nou, nu weer ritueel, maar dan heb ik gewoon, stress. En dan word ik helemaal, niet goed. En, dus ik denk, hup, ga met mijn naam. Ben ik mijn OV kwijt? Echt, oh my god, gewoon zo irritant. Dus ja, ik hoop dat hij snel boven water komt. Dan moet ik gewoon één bestellen weer opnieuw. Volgens mij is dat ook niet heel duur, dus... Ik wil gewoon snel mogelijk terug. Want ja, naar Amsterdam met de auto is gewoon heel handig. Want het OV is gewoon gratis. Dus. En het is nog sneller ook eigenlijk. Dus ik dacht, ga ik PNR doen. Oh, ik moet wel nog jouw OV dan. Ja, dat is goed. Heb je die mee? Ja, die heb ik wel. Ik ga zo even kijken. Maar ik denk niet. Nou, PNR. Ik ga naar PNR Noord. Want dan kan ik makkelijk met de Noord-Zuidlijn hier naar werk. Kan ik daar gewoon niet die PNR vinden? Nou, ik had gewoon dus een afslag gemist. Maar als je die afslag had gemist, kon je er gewoon niet meer komen. Ik kon alleen van, een grote soort autoweg afslag naar die PNR. Dus ik kreeg 3 rondjes gereden. Nou, eindelijk was ik er. Nou, ik moest zo nodig plassen in mijn broek. Echt, ik hield het gewoon niet meer. Dus het was gewoon helemaal kut. Gewoon alles wat fout kon gaan, geen fout. But I made it. Dus ja, vandaag is het alweer 4:30. De dag is gewoon alweer bijna voorbij. Mail en ik gaan zo bezichtigen voor een nieuw kantoor. Maar we hebben er eigenlijk al soort van, hebben jullie er al één. Maar deze is ook heel leuk, dus we gaan gewoon even kijken alsnog. Dus ja, dat was een heel verhaal. Maar ja, de dag ging niet zo soepel als dat ik wilde. En ik heb weer mijn vlogcamera terug. Yo! Hallo allemaal, het is inmiddels avond. Ik heb lekker gesport met Anne en Nina. En ik heb dus dit product gekregen, wat je blackheads weghaalt, maar je moet het wel vaker doen hoor, niet in één keer. Maar ik ga even gebruiksaanwijzing lezen en het gebruiken. Alright, ik heb even een filmpje gekeken. Ik ben bang. Ik moet dus aan de kant. Oh my god, guys. Ik heb dus over mijn hele gezicht gedaan. Zo en zo en zo en zo. En je ziet gewoon oprecht. Ja, ik weet niet of jullie het goor vinden. Allemaal gorigheid in dit ding. Terwijl ik al helemaal mijn skincare routine heb gedaan. Je mag dit ook maar 1 keer in de week doen. Dit verwijdert dus eigenlijk alle dode huidcellen en zo. En binnen 8 tot 12 weken zie je dus echt helemaal resultaat. Dus gewoon slechte stoffen uit je huid. Dus ja, dat is echt top. Dit mag je dus 1 keer in de week doen. Holy shit, het is ook echt best wel makkelijk. Echt, dat duurt 1 minuut of 2 minuten. Een hele goede morgen, want het is vandaag dinsdag. Ik ben eigenlijk boekhouding aan het doen. Editen. Allemaal boring as shit. Ik heb op Corbin 21 Dinner een kaartje verstuurd. Nou, dit kan ik bij een vlog laten zien. Want als het goed is, zijn de kaartjes al binnen. Als deze vlog online staat. Well, I hope so. Dit is hem. Hoe leuk. Love it. En ik moet vandaag nog wat filmen voor een samenwerking. Ik heb een heel leuk pakket ontvangen van Chiquelle, waar ik echt geen benieuwd naar ben. Dus hier ga ik ze natuurlijk aan doen. Zo. En ja, ik moet even wat dingen voor school doen, maar dat ontwijk ik. Tot straks. Oké, het is inmiddels al 2:30. Ik heb me helemaal gefleekt, as you can see. Voor een TikTok van de Dyson Steltang. Ik heb met deze Steltang de krullen gemaakt. En I love it. Het is echt een beetje een soort casual wavy look. Dus I like that. Verder heb ik een heel erg leuk pakketje. Wat ik aan jullie wil laten zien. Ja, ik heb een jurk aan als blouse voor de TikTok. Maar een pakketje van Chiquelle. I love Chiquelle. En deze zit echt
in My Base. Ik ben heel benieuwd. Er zitten namelijk ook wat boeken bij. En het kan ook wel eens niet tegenvallen, maar gewoon heel moeilijk zijn. Oké. Als eerst heb ik hier een trui. Ik ga het ook allemaal aan hoor. Een trui. Dan is dit volgens mij een broek, een pantalon. Ja, oh, leuke kleur. Beetje donker beige. Dan heb ik een witte broek met een flarebol, met een split volgens mij. Spijkerbroek. Dan heb ik hier een topje in maat S. Nog een topje in maat S. Helemaal bruin. Een blauw topje. Oh, dit is volgens mij heel leuk. Dit is een one size. En nog een top. En nog een top. Nou, ik ga het eventjes allemaal aandoen. Oké, dit is de witte broek. I freaking love it. Maar ik pas hem gewoon niet. Hij gaat gewoon niet dicht. Zo fucking stom. Ik kan er nu ook verder niks mee, dus. En dit is alweer zo fucking raar. Dit is maat 36 ook. En deze zit als fucking gegoten. Ik heb deze broek dus al. En dat was ook maat 36. Dus ik dacht misschien valt je keugel wat klein. Maar hoe amazing is deze broek. I love it. Sorry voor mijn blote benen hoor. I love this. Dan heb ik hier deze witte top. Dit is gewoon niet mooi met zo'n BH. Maar oké, dat heb ik nu even aan. Dit vind ik echt top. Gewoon bij bovenop zo'n broek. En dan een blazer eroverheen. Is dit echt top. Dus ja, dit is heel nice. I like it. Gewoon heel basic, maar wel heel chill te combineren. Oké, dan hebben we deze top. Deze vind ik ook echt heel leuk. Dit is leuk gewoon voor een avondje uit of zo. Hier moet je alleen wel een strapless BH onder, want anders zie je dus aan de zijkant hier je BH. I don't like that at all. Hij heeft een leuk colletje. En ja, dat is toch top? I love it. Dan deze body. Deze vind ik echt amazing. Kijk hoe leuk dit zit. I love it. Dit is ook gewoon, ja. Maar het voelt alsof dit niet klopt. Ligt het aan mij of, nou, het zit een beetje raar of zo. Maar ik vind het wel heel mooi. Dus deze body. Nou, dan dit blauwe topje. Deze vind ik ook al leuk. Ik had echt topjes nodig. Niet normaal. Ja, gewoon allemaal een beetje wat crop topjes. Maar deze zit echt mooi. Hij zit echt perfect. Perfecte maat. Ik weet niet wat ik ervan vind op deze broek. Misschien op een wat lichtere broek is leuker. Maar wel heel erg leuk. Dan deze zwarte leren top. Het is een beetje een corset ideetje. Maar ik zou er eigenlijk geen BH onder doen. Dan zit hij wat mooier, denk ik. Wacht, ik ga het even doen. Dan zit hij gewoon zo. Ik vind hem nogal best wel een klein. Ik vind hem best wel klein voor de maat 38. Ik heb maat 38. Nee, het is best wel een soort strak. En dan als laatst deze trui. Deze vind ik echt heel leuk. Hij zit super mooi. Past niet echt op deze kleur per se. Leuk wijd mouwtje. Ja, dit vind ik echt heel mooi. Heel leuk. Gewoon heel fijn om te hebben. Ik ga even nog wat eten voor het sporten. Ik heb twee grootste broodjes. Ik had ook nog niet geluncht. Ik heb eigenlijk nog niks gegeten vandaag. Avocado en roerei. Yum. Nou jongens, ik wilde eigenlijk vloggen, maar we zijn nu alweer klaar met sporten. Het was helemaal chill. Lekker met de girls. Ja. Nou, ik ben dus thuis van sporten. Ik ga nu even douchen. Ik heb dit super leuke setje aan van AIM. I love it. Ik heb het sporten helemaal te pakken. Ik weet niet wat het is. Maar ik deed gewoon altijd heel veel cardio en zo. Dat is gewoon stom. Maar nu wil ik gewoon even wat strakker en wat fitter worden. En gewoon echt met gewicht en zo. En dat is echt fucking leuk en motiverend. Want het gaat nu gewoon al 3 keer zo beter, veel beter als vorige week. Dan denk ik, hoe kan dat nou weer? Maar mijn krullen zitten gewoon nog steeds een beetje in. Beetje mooi. Maar ik ga maar wel wassen, want ze moet echt. Maar goed, ja, helemaal leuk. Helemaal te pakken. Ik weet ook steeds beter wat ik moet doen. En wat ik moet doen, dus Nina ook echt super goed. En ja, ze moeten lekker eten. Maar ik ga nu even lekker douchen. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag
woensdag. Ik heb hem opgemaakt en omgekleed. En ik geef mijn haar doen. En dan ga ik naar werk. Alright, ik ben op werk. Oh my god, is dit? En ik heb echt zo'n tere grote puist hier op mijn lip. Het ziet er ook echt uit als een kort lip. Maar het is een puist en het is zo pijn. Stom. Morgen gaan we verhuizen. We moeten dit kantoor uit. We hebben echt een superleuk kantoor op Keizergracht. Maar het is antikraai, dus moet hier weg. En ja, we zitten gewoon letterlijk last minute nog. Zijn mail en ziel nu aan het bezichten ergens. Het is gewoon vreselijk. Dus het is helemaal chaos en druk en blablabla. Goedemorgen allemaal! Het is vandaag... Het is vandaag donderdag 10 februari. Over 4 dagen is mijn baby jarig. Stan is op Valentijnsdag jarig. Het is 11:15. Ik ben aan het editen al de hele ochtend en aan het werk. Ja, vanmiddag ga ik lekker sporten, dus ik heb mijn sportoutfit al aan. Ik heb lekker water. Ik moet even snel een foto maken nu. Niet van mezelf, want leuk lijkt shit. Maar gewoon van een product. En verder ga ik vandaag niet heel veel boeiends doen ofzo. Dus dat is mijn dag. Oké, ik ben klaar met het editen van de vlog. Ik heb net even wat boodschappen gehaald. Ik wil namelijk tuna melt wraps maken in de pan. Ik heb tonijn. Ik heb yoghurt melt. Dit is mayonaise met veel minder calories. En je proeft het letterlijk verschil niet. Dus we gaan een tonijnsalaatje maken. Dan heb ik wat kaas, jalapeno's en ik heb wraps, mini wrapjes en nog één groente wrap. En ik wilde eigenlijk ook iets van rode ui of zo. Dat vind ik ook altijd wel lekker. Oké, ik ga jullie uitleggen hoe je het maakt. Waarom is het zo fucking slecht licht? I don't like that. Ik heb hier 2 mini wraps. Dus die ga ik op elkaar doen. Dan heb ik hier zelfgemaakte tonijnsalade met tonijn, yoghurt, ketchup, die yoghurt mild en knoflook, poeder, paprika poeder, chili vlokken. Dus daar smeer ik de ene helft van in. Met dit. Ik weet niet of dit high calorie is of niet, of dat dit heel gezond is, maar ik maak gewoon waar ik zin in heb en ik let dan gewoon een beetje op. Dan dat je gewoon bijvoorbeeld iets betere mayo pakt. Een beetje yoghurt, wrap. Ja. Ik let niet per se op dat ik nu een low calorie maaltijd maak ofzo. Maar ik heb er gewoon heel veel zin in. Dan dat je een beetje jalapeno salsa op de andere kant. To get that spicy flavor. En ik hou van spicy. Zo. En dan pak je kaas. Dat doe je er een beetje op. Zo. En dan jalapeno's. Dat is echt mijn fave. Een helft met tonijn, jalapeno en kaas. Salsa, doe je op elkaar en dan doe je hem in de pan. Ik heb al een halve grote wrap erin. Die ziet er ook heel goed uit. Oh. Ja, die is klaar. Aan de top. Dit is dus met de grote wrap. Beetje ketchup. Fucking lekker. Gewoon een tuna melt wrap. Maar lekker daar. Het is echt tonijn. Beter als tonijn salade. Oké, het is inmiddels 4 uur. Ik ga zo meteen sporten. Ik ga mijn spullen pakken. Waar heb ik het nou weer allemaal gelaten? Oh, hier. Nou, ik ga ervan door. Lekker sporten.
Oké, ik ben nu in de sportschool, de basket. En die meiden zijn er nog niet, dus ik ben even aan het wachten. In ieder geval, ik ga vast opwarmen een beetje. Oké, het is inmiddels avond. Ik heb lekker gedoucht, mijn haar weer gewassen, skincare routine gedaan. Ik ga nu even naar beneden, lekker film bekijken met mijn ouders of zo. Long time. Dat is lang geleden. Goedemorgen allemaal, leuk dat je kijkt naar deze. Wat zeg ik nou weer? Goedemorgen, het is gewoon vrijdag. het is helemaal geen nieuwe week of zo. Goedemorgen, sir. Het is nu 9 uur. I'm fully make-upped and dressed and everything. En ik ga vandaag een 24 uur drive-thru mukbang opnemen. Dus helemaal exciting. Tussendoor ga ik gewoon even lekker werken en zo. Dingetjes regelen. Voor Sans verjaardag, want die is maandag jarig. En ja, dat is de day. Oké, mijn benzine was op. Even een tussenstop bij het tankstation. I freaking hate tanken. Zo duur is het echt ongelooflijk. Tanken was gewoon €68. Echt. Nou jongens, ik ben een video aan het opnemen van 24-hour Mayo Drive. Ik heb een Starbucks, maar zeg maar de weg waar we eruit moeten is geblokkeerd. Dus ik zit er echt helemaal vast en ik weet niet wat ik moet doen. Help! Ik vind het even echt een leuke challenge. Moet ik vaker doen, dit soort dingen. Ga snel afzetten, waar de fuck moet ik uit? Oké, ik ben al een tijdje thuis. Ik heb even een beetje gewerkt. But I'm done. Ik ga nu naar Alfa. Zo, het is echt fucking mooi weer. Check de zon. Zo, het is overbelicht. Holy shit. Maar goed, ik ga nu naar Alfa. Daar ga ik leuk wat cadeautjes halen voor Stans verjaardag. Ik heb hij wordt 21. Ik heb 21 mini doosjes waar ik allemaal mini cadeautjes in ga doen. En leuke ideeën en dingen om te doen en dat soort dingen. So, yes, that will be my present. En dan ga ik naar de Starbucks Drive. Of ik ga misschien wel naar de McDrive. Ik zie het wel even waar ik zin in heb om lekker te eten. Oké, jongens, het is inmiddels 12:15. Ik heb alle cadeautjes voor Stan gehaald. Dat wordt zo leuk. En ik ga nu verder met video filmen. Dus ik ga ergens lunch halen. Alright, guys. Ik heb hier gefilmd. Ik heb lekker middag gegeten. Ik ga nu naar huis. Stans cadeautje klaarmaken en alles. En dan vanavond ga ik weer verder. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag zaterdag. Het is echt al super laat. En ik heb echt al super veel gedaan. Maar ik ben net van de douche aangekomen. Opgemaakt of omgekleed en even wat eten gemaakt. Ik zie dit dus heel vaak voorbij komen op TikTok. Dat mensen komkommer eten met tonijn. Ik heb een soort tonijnsalade ook van de week gemaakt. En dan met sriracha en mayo. Dus ik ben heel benieuwd hoe het smaakt. Sommigen doen ook nog rijst ertussen. Maar het is allemaal veel te veel werk. Daar heb ik helemaal geen zin in. Laat het heel lekker. Ik heb misschien iets te veel sriracha gaan. Best wel spicy. Maar het smaakt gewoon naar een soort oh ja, ik heb het ook zo zelf gedaan. Het smaakt gewoon een soort naar een sushi, maar dan met heel veel komkommer. Ik denk dat mijn rijst wel lekker is. Maar ik heb echt geen zin om rijst te koken. Ja, I like. Dat is een snack. Met rijst zou het wat meer een maaltijd zijn. Oh, shit. Ik ben het vergeten. Ik doe wel niks. Sesamzaadjes. You know. Ja, ik kan niet meer maken van dit. Ik zal het zo laten zien.
Oké, nu proef ik met komkommer. met sesam. Nog lekker. Ja, dit is echt een goede, jongens. Alrighty, het is inmiddels avond. Ik heb mijn haar een beetje gekruld. Ik heb hier extra gedaan. Ik heb dit superleuke blouseje aan, vastje in. En dezelfde broek nog. En ik ga nu uit. Dus niet echt uit, maar gewoon bij de kroeg bij mij hier in de buurt. En daar staan ook wat vriendinnen ook. Dus helemaal gezellig. Oh my god, maar. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag zondag. Ik ben helemaal gedoucht, omgekleed en make-up en al. Vandaag viert namelijk Stans verjaardag. Hij is morgen pas jarig, maar vandaag viert hij voor familie en zo. Super gezellig. Dus ik ga zo meteen naar hem toe. Gisteravond was zo fucking leuk. We waren opeens random in een of andere club beland. Nou, ik snap er helemaal niks van. Dat was echt heel leuk. Maar goed, ik ga nu naar hem toe. Ik heb een beetje haast, dus ja. Alright jongens, het is alweer maandagochtend. Ik hoop dat jullie de week vroeg leuk vonden. Ik ga hem snel afsluiten. Vergeet zeker niet een blauw duimpje omhoog te geven. Op mijn YouTube kanaal te abonneren. En het volgende op Instagram is gewoon hetzelfde woord. Holy shit, echt. Wat is er gebeurd met mijn hoofd? Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!